nadat ik dus alles heb klaargezet, ga ik richting de patiënt. Nou, eerst wat je doet is natuurlijk jezelf voorstellen. En dan controleren of het ook wel de juiste patiënt is. Of die ook daadwerkelijk komt voor de operatie die op het programma gepland staat. En daarna controleren of de patiënt bekend is met allergieën. Wat ook belangrijk is om te vragen of de patiënt nog vragen heeft. En dan doe je je checklisten en dan neem je de patiënt mee naar de operatiekamer. Op het moment dat je patiënt in slaap valt, zorg jij er natuurlijk samen met je anesthesist voor om zeg maar, alle vitale functies van de patiënt weer gewoon onder controle te kunnen houden. Dus je bent gewoon continu bezig met het monitoren van je patiënt, inspelen op de parameters die dan veranderen. En je bent gewoon continu eigenlijk technisch bezig. Want onze taak is voornamelijk patiënt in leven houden en ervoor zorgen dat de patiënt zo comfortabel mogelijk daar ligt, zodat de chirurg ook comfortabel kan gaan opereren. Na de operatie dan gaan wij starten met de uitleiding. Je probeert op het moment dat de pleister erop ligt, zo snel mogelijk je patiënt weer wakker te maken. Op het moment dat je patiënt wakker wordt, dan breng je je patiënt naar de uitslaapkamer. En dan stopt eigenlijk voor de anesthesiemedewerker contact met de patiënt. Elke dag is natuurlijk heel anders. Je hebt met verschillende soorten mensen te maken. Een taak van ons is ook om de patiënt gerust te stellen. En dat is juist wat ook het vak ook wel heel mooi maakt. Dus je bent gewoon continu bezig met verschillende soorten mensen op verschillende manieren. Je hebt ook maar een paar minuten de tijd om zo'n patiënt te kunnen geruststellen. En als je dan even een lachje ziet op het gezicht van een patiënt die heel erg spannend is, is toch wel, ja, dan maak je de dag toch wel weer goed.